Beste Stella Pasta en Abel, hartelijk gefeliciteerd met je 12,5-jarig jubileum. We gaan gebak maken. Moeder, vet het op poes in! Akelige pest, vind ik. Nou hebben jullie het al verraden. Nee, ik wil de kop. Zo belangrijk! Hoogste van de handen! Ja, ze plaat! Hop! Ik maak me een beetje zorgen over die vulling. Hoe krijgen we die nou stijf? Van Rossum, hoe krijgen we die vulling stijf? Met behangensplak. Dat vinden we lekker. Behangensplak? Maar dat is toch niet gezond en niet lekker en niet smakelijk? Ja, nee, doe toch niet altijd zo bang, broer. De keuken is zo enorm veranderd tegenwoordig. Behangensplak heeft kracht! Het geeft kracht! Dit is lekker, pap. Die gaan we vullen. Zo. Die bak voor hem kan eraf. Voorzichtig. Wacht, pap. Dan de topping er al op. Man. Wat is dit? Dit is een lust voor het oog. Leuk stevig! Apart? Ja, tuurlijk! Abel is apart! 85, 86. Kalm, kalm! Ja, die gaan we dus rondbrengen naar al jouw vrienden, Abelvrienden. Zodat we met z'n allen jouw 12,5-jarig jubileum kunnen vieren. Klopt! Lang leven Abel! Hoera! Kom, ja! We hebben het toch genoeg!